Wanneer game jij? Welke tijdstippen? Als mijn vrouw naar bed gaat. Als mijn vrouw naar bed gaat, dan kan ik gamen. Weet je, dan zeg ik, schat, ben je nou niet moe? Ga lekker slapen, joh. Weet je, en dat is mijn enige moment. Dus dat is niet zo vaak, want mijn vrouw wil altijd met mij naar bed. Wat is het, snowboarden of is het pingpong, hoe heet dat? Ben je echt serieus? Ik weet helemaal niks van gamen. Je hebt van de scanner gehoord, van er is hier iets aan de gang. Yes. Scanner, ja. Je kent me waarschijnlijk niet meer, maar ik heb jou ooit een keer geïnterviewd voor Kruimeltje voor mij. Echt waar? Als ik in Amsterdam loop, komen niet allemaal mensen op me af van, ik kan een handtekening doen, zeg. Ja, dat is heel lang geleden. Waar zitten we hier? Nee, dat is schieten. Je schiet elkaar lek. Oké, dus gewoon met Doom, dat ken ik. Ja, het is echt heel grappig. Als ik een spelletje speel, Cluedo of zo, of in ieder geval echt een goed spel, en ik rijd naar huis, dan word ik helemaal gek. En bloed en alles en schreeuwen. Nul! Want ben jij rapper of ben je basketballer? Wat doe je? Nee, ik ben wel sporter. Als ik doe aan thaiboksen. En voor de rest gewoon freelancen, gewoon relaxed chillen. Swaggen. Swaggen, man. En dat probeer ik zo lang mogelijk te verdedigen. En hun doen daaromheen. Zij? En Negative schiet gewoon op alles wat leweegt. Vooral met mijn homeboys daar zo af en toe zetten we thuis gewoon de pokertafel op. En dan pokeren daar zo. En dan nog Poker Kings checken daar zo. Dus helemaal de bam. Vroeger was games altijd een beetje voor, een beetje nerds of zo. Dat is helemaal weg. Hoe komt dat? Het begint steeds meer voor iedereen te worden. Ja, steeds meer mensen beginnen toch gamen leuk te vinden en steeds meer mensen beginnen elkaar erbij te betrekken. Zuigzoen, sucking kiss? Yes. Like teenagers, you know. No! If I give him a hickey, he will give him a black eye. Ik denk dat het belangrijk is om gewoon heel erg te vertellen wat je wil. En gewoon niet proberen het zo goed mogelijk te doen wat je denkt wat voor haar goed is, maar gewoon lekker eerlijk en oprecht. Ik denk dat de mentaliteit eerlijkheid duurt het langst, bij vrouwen heel erg opgaat. En gouden kettingen, man. Dat is de truc, gouden kettingen. I fell in love and then I came here. Did you meet on the internet? No, at work. Flubber? Flubber. Dat klinkt zo gay. Ik ben helemaal flabbergasted. Flabber, oh. Ik ben flabbergasted. I'm eating a Dutch delicious frites sauce. And patat. You like Dutch food? No. Jesser, ben jij Tok? Ja, ik ben Jesser. Wow. Wat? Even, stop! Wow. Ja. Wow. Ik ben Jesser. Wow. Ik heb laatst wat hits gehad. Wat is dat? Jij denkt, oh, ik heb een nee, hele... Nee, maar ga verder, yes. Ik ben hem. Je weet toch wel wie Jesser is? Ja, van Tuintje in mijn hart. Tuintje in mijn hart. Je zoekt naar pak slag of iets. Jesser van Tuintje in mijn hart? Ga je me nou zo beledigen gewoon? Wat is gek, weet je wat, dit is zo fout. Ja, maar stickers moeten weg. Die stickers moeten weg. Nee, die stickers moeten eraf. We nemen die mic. Anders gaat het weg. Wat is jouw rol vanavond? Mooi wezen. Ben jij een gamer? Did you already have a broodje kroket? No, not at all. Broodje frikandel? No. Wat is je vakgebied? Mijn vakgebied? Wat is mijn vakgebied? Goeie vraag. Ja, hele goede vraag. Oké, next question. Madame Tussaud? No, I will get there. I will get there soon. Wat is je passie? Mijn passie? Dat is toch wel eten, denk ik. Louise achter je. Wat, jij beschermt. Hij kan hem niet beschermen. Jij beschermt. Bescherm jij hem. Wie? Zijn haar is wel super. Jij beschermt hem wel, man. Maar ondertussen lopen jullie allebei naar achteren. Smoke. Die kant gingen jullie ook. Die kant gingen jullie ook. Die kant ook. Horloge? Een Rolex. Je moet gewoon dragen wat je prettig vindt. Nee, dat vind ik te makkelijk, Nee, maar dat is het ook. Geloof mij, het is heel cliché, maar dat is het uiteindelijk wel. Heb je een partner? Nee, geen partner. Jij? Ja. Oké. Hi, watch Flubber.
Bodebeet all the time. I'm sorry. I don't know how to pronounce that. Waarom in de rij? Waarom in de rij? Ja, ik moet mijn vrienden naar huis rijden. Ik wil helemaal geen Black Ops kopen. Dus eigenlijk sta ik hier een beetje voor lul. Je kan toch gewoon het online kopen morgenochtend? Online kopen? Ik hoef Black Ops niet. Ik vind het helemaal geen leuk spel.